beste wens allebei hoor. Dank je wel. Ja, toch? Ja, dank je wel. Van de buur. Van de buur. Van mij ja. Prima. Alleen ik heet geen van de. Nee, ik heet eigenlijk nu. Eigenlijk normaal. Sinds 11-12-2018 heet ik Staalman van de Werf. Officieel. Officieel. Ja, dus vanaf. Vanaf, ja. 11-12-2018. Kan je deze trouwens ook omhoog doen, net zoals deze stuur, of niet? Gewoon een vraag. Ja, ja, dat kan wel. Er zit een hendeltje onder. Dus dat zoeken waar die hendeltjes hoor. Juist, hè? Ja, dat is beter. Okay. Ik zal even kijken. Zoeken van daar. Ja, vertel. Wij moeten natuurlijk als de rijkwaliteiten op peil zijn. Ja, en dat de bediening voertuig hebben we het al over. Ja. Nou, dat is hier zo. En dan hebben we nummer 2. Dan gaan we zo een kruising afslaan. Nou, bijzonder om nergens. En ja. Dan moet het allemaal op 6 staan. Bijna op 6. Eentje nog. En dan zijn. Maar dan moet deze ook nog getoetst worden. Ja. Ja. Even kijken, wat gaan we vandaag doen dus? Afslaan? Wat betekent dat afslaan? Nou, bij je. Jammer! Ik wou net even slaan, Hans, jammer! Afslaan. Wat is belangrijk bij afslaan? Scan, dus spiegel, schouder en dan richting aangeven. Juist, dat is het voorbereidende werk. Ja. En wat krijg je daarna? Zo, rust. Wat krijg je daarna? Nou, kniplicht aandoen. Ja, en dat dan heb je al gezegd, toch? Nee. Gekeken, je hebt richting aangegeven, voorsteren. Ja, en dan, rijden. Voordat je dan echt de bocht omstuurt. Ja, nog een controleren keer. Ja. Ja. Controleren nog een keer. Ja. En dan is je linksaf gaan. Ook controleren. Welke kant? Linksaf gaan? Ja, linksaf. Dat, ja, nou dan, en dan ga je links ook nog een keertje controleren en rechts. Ja, alles, hè? De alles. Kruising. Ja. Ja. Heel goed. Mooi. Nou, ik zit dat pakken we in ieder geval bij. Die staan nog op 5. Of nee, op 3. Dus dat moet naar de 5. De kruising staat ook op. Dat is een kruisje voor. Ja, het is niet moeilijk om daar een kruisje bij te zetten natuurlijk. Maar zo werkt. Ja, maar je krijgt. Overal wel een kruisje, een kruising bijna. Maar stel, ik en ik geef jou. Ja, zijn vier, dus. Ja, ja. Dat geef je nee, maar. Nee, zeg maar. Die staan op 4 en die staan op 3, zie je? Afslaan. Ja. Dus die moet even een tikje omhoog, hè? Ja, alles dan, moet al even een tikje omhoog. Vooruit de file, nou, dat is een hele makkelijke. Die pakken we even. Ja, hier heb je vooruit in file hoor, maar alleen moet ik even omdraaien. Dan krijgen we. Vooruit in het vak, als bijzondere manoeuvre. Ja, parkeren bij en bij Leidse Hagen. Je hebt Leidse Hagen iedere keer. Ja, dat is toch leuk? Lekker in de parkeergarage, die hele enge. Ik heb een parkeergarage niet geweest. Ah, die hebben we niet aangekeken. Dat hebben we toen gedaan vooruit erin, hè? Nee, helemaal niks eigenlijk. Een rondje parkeer, alleen maar parkeergarage rijden. Ja, rondje gereden. Maar ik vind het doodeng om eigenlijk in een. En want dan krijg ik een soort van paniek weer. Okay. En de heuveltjes, hè, en dat is mijn. Dat is jouw sterke punt. Nee, dat is niet mijn sterkste punt. Nou, jij mag starten. Je meent het. Ja, doe maar. Zit hij goed? Ja, hij zit goed. Staat in een goede bestelling. Sorry. Nu als, ja. Nou, kijk, die spiegels is de richting aan. Luca, rustig, ik wil te snel. Ik had straks.
straks nog een vraag aan Hans als we wat rustiger vaarwater zijn. Van Redzand? De korte bocht heeft ervoor. Ja. En dan mag jij alweer naar rechts. Goed. Ja, door het even. Controleer je. Ja. En kort dan. Ja. Zuidam? Ja, we zijn gisteren naar België geweest. We hebben een logieke. Ja, en daar kwamen we een heel raar, nou, een raar bord niet tegen. Het bord was bekend, maar de plaats was heel erg vreemd. Langs de snelweg staat er een mooi vierkant bord met een puntje naar beneden en een puntje omhoog, links en rechts. Met daarin oranje in het midden. Dat lijkt mij op een voorrangsbord, maar dat langs de snelweg. Een aantal keren. Vooral bij afslagen staat het ervoor. Yep. Heb je dan voorrang op de toerit? Is het zo vreemd? Toerit. Ja, toerit, afrit. Dat vind ik ook anders hè, in België. Ja, dat klopt. Zetten er vaak extra borden neer, terwijl dat voor ons dan niet nodig zou zijn. Ons benzunig met borden. Soms ook niet, maar toch. Ja, die staat ook een beetje bij, maar die als je gaat stoppen voor een verkeerslicht met een waar we ze een derde versnelling laten. Oh. Remmen. Beperk je tot het remmen, hè? Je hoeft niet zo te schakelen. Nee, oké. Zo. Even kijken. Daar gaan we straks even stilstaan om te kijken. Nee. Jij mag door, hè? Ja, jammer dan. Sorry hoor. Je hebt bijna je man in je nek zitten. Dat is ook lekker. Nou ja, ik stop toch. Kijk, en dan heb ik het gevoel staat, dat ik naar achter rijd. Ja, die staat ook over de streep heen. En als je wil stoppen, dan moet je hier wel voor de streep stoppen. Ja. Maar niet zo hard hoor. Nou, sorry schat, en dan heb ik een noodrem stop gemaakt deels. Heb je dat ook een keer geoefend? Heel veel. We hebben heel veel mensen gekeken in je binnenspiegel, toch achter ons zat. Nee? Nee, op dat moment even niet, nee. Vooruit in de file parkeren als er een plekje is. Hoeveel ruimte moeten we hebben? Ja. Nou, hier kunnen we heel mooi. Nee, hoeveel ruimte moeten we hebben? Nou, genoeg. Genoeg. Dit hier of zo? Nee. Nog ruimte? Meer? Hoeveel ruimte? Vertel eerst even hoeveel ruimte. Zo, 1,5 meter. Vooruit. Dat is achteruit, ja. Dat is achteruit. 2 meter? Veel. 2 meter? Voor 2 meter is. Hm? Weet je hoe lang 2 meter is? Ja, dat is lang. 1 meter dan? Nee, joh. Niet. Hoe lang is een auto? Weet ik dat? 4 meter. Oké. Okay. Ja? Amerikaan, ja, 6 meter. 7 meter. Ja? Ja, dus achteruit is 1,5. Nou, je hebt 2 keer zoveel ruimte nodig om vooruit in de file te parkeren. Dan ben je al 3 keer ons uit te denken. Ja. Dus we gaan hier naar rechts. Ik heb nog geen plekje gezien. Jij? Nee.
In een uitrit? Mag niet. Ja, dan zoeken we toch een plekje aan de rechterkant. Hier is dat een plek. Hier links. In een uitrit mag niet. Dit is geen in- en uitrit. Oh ja, nou ja. Dit is een uitrit. Nou, we doen dan de rechterkant. Rechts. Oh, okay. Nee, mag ook, maar we doen het eerst even aan de rechterkant, want daar waren we mee bezig. Yep. Dus jij wel snel vergeten. Ja, snel vergeten. Mm-hmm. Maar het is druk in de avond, in de evening. Ja. Maar we vinden wel wat. Mm, oh ja hoor, dit kan niet. Je zou kunnen, maar dan moet je weer naar voren. Ja, deze. Deze? Denk ik. Denk. Vooruit, hè? Ja, I know. Dat is één. Zonder stoepbrand te raken. Ja. Nou, mocht iets groter zijn. Ja, de bedoeling is dat je zonder iemand te hinderen achter je, ja. Tenminste, zo min mogelijk te hinderen, ja. De hele keer zou je erin niet stoppen, hè, wat je nu doet. Ja, precies, maar... Ja. Dus wat doe je dan? Je komt aanrijden. Kijken of er waar een plekje is. Uh-huh. Je geeft de tijdsrichting aan. Ja. Je laat zien wat je gewoon bent. Uh-huh. Dan al rijdend ga je een plekje inrijden. Uh-huh. Ja, snap je? Yep. Nou. Nou moet ik weer zeker naar achter. Doe maar, hè. Achter, hè. Ja. Oké. Nou, dit is eigenlijk twee uitdelingen, dus hij moet ietsje ruimer zijn, hè. Uh-huh. Hier nog eentje. Maar je moet wel een klein beetje rijsnelheid hebben. Yep. En dat weet je zelf ook, meneer. Wat weet ik aan. Ja, en dan naar de bocht, ook weer gelijk naar rechts. Yep. Nou, ik heb al een mooi plekje gezien daar zo. Dan mag ik nog een keer tussen prikken. Hier tussenin, hè? Kijken, richting aan. Zacht eens rijden. Dus ga eens een bordje raken. Hij stopt. Ja, weet je. Zo was hij. Ja? Ja. Vooruit in de vierde. Nou, alsjeblieft. 2,5 keer onze uiterlengte weer. Mm-hmm. En hoe ver sta ik van de stoep af? Is goed. AWB. Goed, hij hoeft er niet strak tegenaan te staan, hè. Ja, zo'n stukje. Nou, dat is netjes. Ja. Toch? Maar die ruimte heb je ook nodig om erin te rijden. Dus ja. Kort dan, dan trek je je auto niet recht. Dus dan blijf je met je achterwielen te ver aan de stoep rondstaan. Dan sta je scheef in. Dus daarom hebben we die lengte nodig. Dan moet ik weer naar achteren. Ja. Zeker. Dus je bent bezig met een bijzondere manoeuvre. Ja. Dus goed kijken voor je, achter je, opzij.
Ja, dan moet ik even weer even denken met... Dus rijden en dan sturen om. Hè. Goed om je heen kijken. Hier heb ik eigenlijk geen spiegels. Nee, spiegels. Ja. Mooi, hè? Ja. Schobbeltje! Naar links. Links. Oh. Andere linker. Sorry. Heb je daar problemen mee? Links, rechts? Ja. Af en toe weer wel, ja. Heel af en toe. Ja, heel af en toe. Ik weet dat is gevaarlijk in het verkeer, bijna. Maar dat, en dat ze geen lessen meer geven momenteel vanuit het CBR, hè? Nee, dat die hebben een miljoen schade opgelopen. Oeh. Ja, en door een brandstichting? Ja, Syria die, was niet, niet blij dat hij voor de 7e keer gezakt was. Oeh. Oké. Okay. Schijnt het. Oké. Okay. Dus... als je Grappenhuis de kans geeft, ja, stuurt u het land uit. Mm-hmm. Nou, zie je hoe ze het uit de mij en dan naar links af. Hij is wel volgens mij 5 jaar gewoond hier. Ja. Dus noemen ze dat, nou ja, hij is geëmigreerd. Hè. Maar okay. Als die, ze kunnen hem nog steeds het land uitsturen. Ja. Even kijken, vooruit in een parkeervak gaan we rijden. Dus wat is dan makkelijker, links of rechts in een vak? Zo. Rechts. Nee, links. Links. Kijk, dan heb je een mooie ruimte. Zet hem daar maar tussenin, ja, tussen die auto's hier en links. Ja. Ja, in een vakje. Niet te vlak naast, hoeft niet. In een vakje zeg ik, zo. Ja, want dan maak je het gewoon gelijk wat moeilijker daarnaast. Ja, nou, en? Want dan wil je die auto niet raken. Nee, we nou. Eerst, we doen het eerst makkelijk. Nou! Ja? Nou, nee, dat is niet leuk. Kijk, als je het onder de knie hebt. Ja, Hans. Dan gaan we dan tussen twee auto's in. Ja, maar dan lopen nog eventjes de ruimte. Nou! Jij zei rechts, hè? Maar waarom rechts? Waarom is rechts makkelijker? Weet ik niet. Omdat ik zelf rechts ben met, en met schrijven, dus... Dat heeft er niks mee te maken. Niet. Nee. Hij zie je. Zet hem eens vrij in op de handrem. Zet de motor ook maar even op. Oh, ging al gezellig. Heel voorzichtig aan de koppeling loslaten. Nee. Handig, hè? Ja. We hebben nu hier de rijbaan. Ja. Ik ga maar aanrijden. Karin, dat is dan makkelijker. Rechts of links. Het autootje is wel heel klein. Ietsje groter maken, zie je? Ja, ga jij maar even te groter maken, is goed. Voor koplampje, spiegeltjes. Ja, hé. Hey, luister, dan gingen we naar links. Nou, hoppa. Ruimte. Ja. Staan. Ja. Ja? Mhm. Zullen we naar die kant vandaan komen rijden? Ja. Dan moet je een kleiner bocht maken. Dit vakje in. Ja, dan moet je een heel krap bochtje maken. Ja, en dan sta je schuin. Ja. Dan kom je staan. En dan niet. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat je dus een heel krap indraai... Nou, die achterwielen zitten hier. Ja. Die stuur je niet. Nee, en de voorwielen wel. Dus wat moet je doen als je hier de ruimte hebt? Hier zijn de ruimte. Dan moet je wat schuiven. Dan moet je hem even opsturen. Zelf. Ja, precies. Net zoals met een vrachtwagen, ja. Juist. Ja. Zie je? Dan heb je de ruimte. Ja, precies. Dan trek je naar recht. Ja. Ja? Mhm.
Nou, gaat kijken. Sowieso nog even zometeen eventjes in. Welke kant wil je op hebben? We gaan achteruit die kant op. Goed. Dus dan moet ik dus. Nou, hoef je niet aan te geven. Niet? Ja. Niet eens, oké. Okay. We hebben een bijzonder manoeuvre. Dus. Ik dacht al dit achteruit andere kant de bocht op, andere om. Kant. Vooruit gaan we die kant op. Oké. Okay. Ja, maar dat zeg je, dat zei je niet. Rijden en sturen. Dan staat die kraken en piepen. Dat voel je alleen niet. Nou. Ze achteruit zetten. Is dat zo? Ja, want er ging een berg hier op, een heuveltje af. Kijk, nou, dat is geen verkeer van de rechterkant. Dat maakt niet uit. Ik ga er straks weer even terug. Links. Een lijn schakelen, dat is geen fitnessapparaat. Hè? Niet, jammer, dacht ik. Tik-tik, hè? Om 1 of 2, maar hij is al een lang. Die bak. Krap. Ja, hoor dat weer.
uit dan. Voornemens komen het onuit uit. Ik had maar één voornemen, dat is geen voornemens maken. Ik had maar één voornemen, dat is geen voornemens maken. Ja, nou, een goed voornemen, toch? Zo, nou, de handrem erop, Karin. Handrem, ja. Rij maar. Ja. Doorgaan. Door naar twee. Als je er een leiding staat, dus ja, dat vind ik irritant. Nee, maar gelijk op die handrem zitten. Ja, en dat doet hij ook. Gelijk op die handrem zitten. Nee. Dan mag je naar rechts. Natuurlijk. Dan word je alleen nog makkelijker als je hem elke keer gebruikt. Nee. Wel. Nee. Oefenen. Niet waar. Oefenen. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Echt nee. Altijd. Ja, maar Hans en die weten dat ik hem plaag, dat weet hij. Hè, Hans? Daar sta ik in Groningen toe. Ja, precies. Door dat. Zie je? Ja. Rustig, ja. Tik-tik. Ja, trek er maar één keer door. Natuurlijk. Dan moet je tik-tik. Tik-tik. Nu wel, zie je? Ja, nu wel, ja. 2 van 2. Ja, koppeling los. En dan door de sieren. Ja. Zand, hè, schat? Gewoon werk. Wat? Hier. Zand. Oh ja, zand. Ja, zand. Nee, doe nou zat. Huh? Ja. Ja, zat. Met zat. Zat geweest. Oké, zand. Zand. Zand of zand? Zand. Zand. Soort en deliver. Dat hoor. Dan rechtsaf gaan we naar ADO. Dat is wel een A. Hierin. Rechts. Geen fietsertjes, stelt in. We gaan het parkeertreintje om naar rechts. Terug naar 2. Nou, dan mag je hem aan de rechterkant gaan parkeren. Ja, echt. Zachtjes aan. Wat heb je nou gedaan? Dat geldt dan ook op zo'n parkeerplaats. Maar geef je ook aan wat je van plan bent. Ja. Dus geef je wel richting aan. Ja. Oké. En dat deed ik niet. Nee.
Nou, dat ging goed, maar wat deed je nou? Je nam een beetje ruimte. Ruimte, ja. Dus je trekt hem eigenlijk een beetje onder. Ja, klopt. En ik sta mooi binnen de lijntjes. Ja, prima. Mooi. Nou, dan mag je deze parkeerplaats weer gaan verlaten. Dat is mooi. Even kijken, en dan ga ik weer. Ja, als je koppeling opkomen, tot de bak. En dan haal vast dat ding. Dan kun je nou je remmetje loslaten. Nee, gewoon met het voetremmetje. De remmen draaien weg. Ja, dat is het. Nou, dan mag je daar tussen de twee lantaarnpalen weer terug. Staat volgens mij. Ja. Daarom zat ik al van hoe heb ik dit nou? Dat was weer mijn elleboog ook, hè? Ja, lekker dan. Ja. Dan zou je misschien een raampje open doen om je elleboog naar buiten steken. Ja, bijna wel. En dat ding even afzagen. Hier nou, of hier dan een sluitkussentje voor je maken. Ja, is goed. Nee, hier hè, hier beneden. Beneden? Ja. Oké. Okay. Ik denk aan de bollen van Abel. Ja. Ik heb al een keer tegenaan. Is dat zo? Meestal snelheden van rond de 40 kilometer. 35, 40. Ik kan er ook met 7 nog doorheen. Het is niet aan te raden. Want het slot is dan rij achter z'n voren. Ja, gastenrol. Blijven we rechts aanhouden, Karin? Yep. Thank you.
overal en dan wordt het straks op pad. Nee, die is al nog steeds op pad. Ja. Ja, we gaan straks. Blauw wordt, adviesnelheid. Ja, 40. 40, hè? Ja. Dan moet ik hem naast 3 doen of niet? Koppelingetje straks op, wordt die pak, koppeling op, koppeling op. Maar hij moet wel eerst pakken, want dan rolt hij nog wel. Ja. Ja, ga je maar voor langs dag, als je toch haast hebt.